Mijn naam is Massie Houtak, ook wel bekend als Kids & Jones. Ik ben schrijver, artiest en journalist. Samen met DJ TLM heb ik in september 2010 mijn eerste mixtape The Messiah uitgebracht. Afkomstig van die tape is de video Beroepsgeheim met DJ Jane Doe op YouTube te zien. Met goede vriend en vaste producer Curzalot heb ik besloten om een deel 2 te maken van dit nummer. Hiervoor heb ik een aantal artiesten benaderd die ik persoonlijk erg bewonder. In deel 4 van Beroepsgeheim de docu gaan we kijken naar Hef. Hij verzorgt de laatste verse op de track en vertelt het verhaal achter zijn tekst. Wat is zijn definitie van beroepsgeheim? Toen ik de beat voor het eerst hoorde, Ja, dat is zoiets van, het is gewoon nieuwe shit, man. Het is gewoon iets van wat ik nog niet gehoord heb, weet je. Of als ik het gehoord heb, heb ik het nog niet in Nederland gehoord, weet je. En dat is wel sowieso wel zoiets van, oké, master. Het is tof om op te rappen of een keertje, weet je. Roscoe stond erop, Roscoe is mijn nigger sowieso. Bandy. Oké, ey, ja. Oh, ik zeg niks. Mijn kop zegt fucking genoeg. Mijn gezicht spreekt een heel koude boek, nigger. Nee. Dat was een andere, was eventjes maar een koude nigger. Ja, je hebt me boos gemaakt. Nee. Geef hem iets langer, ja. Cool. Jouw verhaaltje, zeg maar, je hele mail. Sprak me ook echt aan, weet je, want het was niet zomaar een mailtje. Ik kreeg heel dag mailtjes. Snap je toch? Jouw mailtje was echt een soort andere mailtje. Michael X is ook, zeg maar, een hele goede artiest, weet je, was ook een ding waar ik, zeg maar, naar opkijk, weet je. Ja, dat is een masterman, weet je, dat is een masterman. Daar kan ik geen nee op zeggen, weet je. Yo, Kids & Jones! Yeah! Ze vragen me van hoe dan ik zo van hoe krijgen ze door elkaar, alles door elkaar. De vlimmag is een over hoe kan ik. De codes en delen tussen de regels door. Helden worden herinnerd, legendes leven voort. Op een trek met je helden leef ik als ik vermoord. Jones. Even kijken. Zal ik hem hier en daar op iets start binnen, ja. Ja, klopt. Ik denk even wat je weer gaan zoeken aan welke knop ik moet zitten, hè. Volgens mij deze, motherfucker. Muziek, man. Mijn muziek is mijn muziek en blijft mijn muziek, man. I don't give a fuck, weet je. Ja, precies. Als ik een muziek wil maken over neuk een beetje naar billen, dan maak ik die muziek. Ja. Snap je wat ik bedoel? I don't give a fuck, dat is mijn muziek. Maar als ik gewoon één op één ben met een nigger in de streets en dan kom ik op de hoek tegen en hij wil een foto maken met mij. En dan zegt van, yo man, ik ga morgen auto stelen. Dan zeg ik niet, ja, dat is goed. Inderdaad. Dan zeg ik van, dan zeg ik van nigger, dat is niet de bedoeling. Snap je? Dat is niet dat zo hoef je niet te leven. Maar mijn muziek is gewoon mijn muziek. Daar wil ik mijn te veel energie in kwijt, zeg maar, weet je, snap je? Ja. Muziek is muziek en wat jij eruit haalt is voor jou, snap je? Je kan niet de schuld geven aan mij, alle schuld aan mij geven. Want dan moet je ook de schuld geven aan Transformers, want daar wordt ook shit opgeblazen. En Tom en Jerry krijgt die nigger strijkijzer in zijn mond, zo hoofd voor die strijk, wordt die vorm van die strijkijzer. Of hij krijgt een hele strijkplank in zijn, dat is erger, dat is 10 keer erger, zou ik bedoelen? Dus mensen moeten niet komen met die bullshit over van, dat ik de kids verkeerde shit leer of verkeerde, ik maak gewoon muziek, snap je? Ja. En je moet gewoon, zeg maar, iedereen moet gewoon zelf eruit halen wat hij eruit wil halen, snap je? Ik kriep in je stad, duf en supersties. Laat beroepsgeheim maar alsjeblieft geheim blijven. Je wil ras die met zijn kamp op je dak krijgen. Paranoia, stressed out, fuck up, ja. Ik wil huis in Spanje en doeko als Roya. Jullie hebben nu eens maar iets gezien. Jullie vrouwtje gaan je zeggen, wat keek je dan? Boezwa. Hij is nog niet uitgekomen. Wat? Ik zeg vandaag, hoeveel is vandaag? Nee. En hoeveel is vandaag? 30, precies. Morgen is 1. 30, 6. Bom! 36, wie zo? Ik weet niet, 6 Engels. Tuurzak, je weet toch? 30 juli. Juni. 30 juni. Ik zeg 30 juni, deze shit gaat een probleem worden voor iedereen. Snap je? Hou op met die kom je niet meer met bubblegum rap en zo. A tot de Z tot de Z tot de P tot de P tot de P tot de P. Kom niet meer met dingen, man. Kom met gangster dingen, man. Ja? Ik heb geleerd dat zwijgen goud is. Er weinig fout is met alles zelf doen en dragen op je eigen schouders. Anders bereik je het nauwelijks. Wacht niet op een cosign. Bouwen mijn eigen momentum en mijn eigen showtime. Mijn definitie van beroepsgeheim is, zeg maar, hoe mijn verse is, dat ik niet altijd kan zeggen, weet je. Dat ik niet altijd alles kan zeggen. Over dingen, weet je. Over wat ik echt leef, weet je. Ik kan,
Stel je voor dat ik, gewoon een voorbeeld, hè. Stel je voor dat ik een overval heb gepleegd ooit. In de Albert Heijn. Dan kan ik niet rappen dat ik een overval heb gepleegd in de Albert Heijn. Maar dan moet ik rappen dat ik een overval heb gepleegd in een super. Vraag mijn vrouwtje waar ik allemaal eet. Vraag mijn niggas waar ik allemaal rook. Allemaal koop. Die dingen die je wilt geven allemaal hoofd. You never know, man. Ik kan niet zeg maar rappen wat ik doe. Snap je? Wat ik doe is wat ik doe en wat ik rap is wat ik rap. En ik moet daar gewoon heel voorzichtig in zijn. Zeg maar dat brengt ook wel weer dat mensen soms gaan denken van... Snap je? Maar dat, ik moet gewoon heel erg daarop letten, weet je. En zeg maar de echte mensen die ook echt op straat zijn, zeg maar, weet je. En die weten gewoon dat ze gewoon fucking voorzichtig moeten zijn met wat je zegt, zeg maar, weet je. Een beroepsgeheim of voor mij iets. Er zijn nog meer dingen die ik, zoveel dingen van die ik van andere rappers weet, wat ik niet hoef te zeggen, weet je. Dat is gewoon... Ja, dat is gewoon, dat weet je gewoon en dat ga je niet zeggen of zo, weet je. Ja. Nog zoveel dingen die ik ga doen, dan kunnen al die rappers me weer nadoen. Je zag een nigga shine in van God los, maar ik liet die gun vallen, dat was fucked up. Ja, en nog zoveel meer dingen, man. Shit wat backstage gebeurt, is beroepsgeheim, weet je, dat blijft daar. Shit wat in de studio gebeurt, blijft ook in de studio, je weet toch. De gratis dingen die ik krijg. Door mijn rap carrière. Dat is ook allemaal beroepsgeheim, weet je wel. Ik weet niet te weten wat ik gratis krijg. Er zijn nog zoveel dingen, weet je wel. De bitches die ik genukt heb, de shows die ik gedaan heb. De zwarte showtjes die ik gedaan heb ook. Dat is ook allemaal beroepsgeheim, weet je wel. Ja, beroepsgeheim is een heel breed woord, man. Het is heel breed. Je kan het heel breed aanpakken.